Welke versie van Gokasaki gaan we zien de 23e? 3.0. Opgevoerd. Yeah. De Rebel, oftewel Gokasaki, is weer terug. Hij heeft voor meerdere partijen getekend bij Glory. En dat betekent dat wij hem in actie gaan zien op 23 oktober in de Gelderdoom tijdens Glory Collision 3. Ook aan een hele leuke verrassing, zeker voor de kickbox-liefhebbers. Welkom terug. We hebben net je training gezien. Hoe gaat het met de fitheid? Ja, trainen gaat allemaal lekker. Ik was al een tijdje bezig. Ik had een tijdje een paar blessures gehad. En daar ben ik gelukkig overheen. 3 maanden bezig met trainen. Ik was een weekje weg. Een paar dagen geleden teruggekomen. Trainingen doorgezet, maar het gaat goed. Heel goed. Hoe lang ben je nu bezig met de trainingen voor McSweeney? Een week eigenlijk. Ik werd gebeld een week geleden omdat er invallen nodig was. Ik dacht, waarom niet? We zijn toch lekker bezig. Ik kom gewoon terug en we gaan er gewoon voor. Ja, mensen kennen jou natuurlijk van je K1-tijden, UFC-tijden. Hoe heb je het kickboksen gevolgd de afgelopen jaren? Ja, ik heb het wel een beetje gevolgd op afstand. Toen Badr vocht was ik er wel bij na een lange tijd. Dat heeft me ook echt gemotiveerd om weer sowieso die stap te zetten. Is het niveau vergelijkbaar voor jou als je ernaar kijkt van nu en in K1-tijden bijvoorbeeld? Ja, er lopen zeker een paar vechters tussen die je kan vergelijken met elkaar in tijden. Vroeger waren het wel 20 heavyweights. Nu zijn het wel minder, maar er lopen er wel een paar bij die zeker die tijd mee konden draaien. Ja, volgens mij ben je met 1 doel teruggekomen. Dat is de titel teruggaan. Je hebt eerder tegen Rico gevochten. Is dat een mogelijke tegenstander voor jou? Ja, hij zit ook in de zwaargewichten, dus hij is zeker een mogelijke tegenstander. We gaan het zien. Tijd zal het leren. Ik wil gewoon concentreren op volgende week en dan zien we wat de volgende gaat zijn. Maar het doel is voor de komende tijden, voor de komende partijen? Ja, ik wil volgend jaar gewoon knallen. Zeker 2-3 wedstrijden, dus ik wil het doorzetten. Volgende week is weer het begin van een nieuw boek die we gaan schrijven. Welke versie van Gokasaki gaan we zien de 23e? 3.0. Opgevoerd. Ik heb natuurlijk lang niet gevochten. Maar ik ga het zeker. Ik heb er zin in. Dus jullie gaan sowieso een spektakel meemaken. Als ik je hoor, ga je weer voor de KO? Daar gaan we altijd voor. Hoe zie jij je tegenstander, McSweeney? Hoe kijk je naar hem? McSweeney is ook een vechter die heel lang meedraait. Een tijdje, hij is vroeg overgegaan naar de MMA. En nu is hij een beetje zoekende volgens mij. Hij doet MMA, dan doet hij weer kickboksen. Volgens mij is dit weer zijn eerste kickboxpartij na een jaar volgens mij. En ja, hij is een ervaren vechter ook. Maar qua kickbokstechnisch denk ik dat ik wel een stuk verder ben dan hem. Ja, de verwachtingen zijn hoog. Mensen zien je op de kaart staan, zaak je op de kaart. En denken, ja, deze partij moeten we zien, willen we zien als kickboxliefhebbers. Brengt dat een bepaalde druk met zich mee voor jou? Zeker omdat je een hele lange tijd niet hebt gevochten. Ik hou ervan om onder druk te staan. Wanneer ik onder druk sta, dan presteer ik gewoon veel beter. En ik was altijd de underdog. Op de K1-tijden, ze zeiden altijd dat ik het niet zou redden. Omdat ik te klein was. En te licht was voor al die andere jongens. Maar ik presteerde toch altijd. Nu deze druk, dat geeft me alleen maar meer energie om meer spektakel te laten zien. Ik moet gewoon. Maar die moed is geen valse druk, het is gewoon een goede druk. Ik kan dat omzetten naar positiviteit. We kunnen in ieder geval allemaal niet wachten. Op de 23e, heel veel succes met de voorbereiding. Dankjewel. Gokasaki is back. Welke verwachtingen heb jij van zijn terugkeer? Laat het mij even weten hieronder in de reacties. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. En ik zie jou heel snel weer. I'm out. Ciao.